CO2-reductie, energiebesparing en circulariteit van grondstoffen zijn belangrijke thema's geworden. Er vindt nu een omslag plaats van potentiële interesse naar echte realisatie. Pervatech heeft energiebesparende scheidingstechnologieën ontwikkeld die toegepast kunnen worden in verschillende industrieën en een bijdrage leveren aan deze actuele thema's. Membraantechnologie is een scheidingstechnologie waarbij je gebruik maakt van een medium, het membraan, wat stoffen selectief doorlaat. En daarmee kan je dus stoffen van elkaar scheiden. Pervaporatie is één van de membraantechnologieën. Het woord is samengesteld uit de woorden permeatie en evaporatie, wat wil zeggen transport en verdamping. Dus je verdampt stoffen selectief door een membraan heen en daarmee krijg je de scheiding. En je kan dus scheiden op basis van de grootte van moleculen. Dus die kunnen door wel of niet door poriën heen of affiniteit met het membraan. En de belangrijkste gemene deler is duurzame technologie en circulariteit. Dus het slim toepassen van hybride silica-membranen in combinatie met conventionele scheidingstechnologieën kan 30-40% energie besparen. Daarnaast in de circulaire industrie, waarbij tegenwoordig veel meer reststromen, afvalstromen worden hergebruikt en opgewerkt, kan dat ook toegepast worden. Een uiterst belangrijke technologie voor deze membranen is het gebruik in de voedingsmiddelenindustrie. Onder andere whisky, natuurazijn, wellicht ook in bier en wijn, waarbij je de producten kan ontwateren zonder verlies van geur en smaakstoffen. En in een van die stappen wordt dan een hybride silica-membraan toegepast. Het voordeel van deze scheidingstechnologie komt voort uit de robuustheid van de technologie. Je kan dat heel slim combineren met bestaande scheidingstechnologieën, waarbij je 30-40% energiebesparing kan realiseren en daardoor dus ook een forse reductie in CO2-uitstoot van de industrie kan bewerkstelligen. En daarnaast geeft die robuustheid je de mogelijkheid om relatief agressieve reststromen opnieuw te kunnen opwerken, zodat je ook aan de circulariteit van de industrie kan bijdragen. De belangrijkste industrietrends die richten zich op dit moment op CO2-reductie, dus energiebesparing in processen. Een tweede is circulariteit, hergebruik van grondstoffen. Een derde, heel belangrijke, is wat de laatste jaren wel flink in opkomst is, is de biobased chemie. Dus het maken van chemische bouwstoffen uit natuurlijke processen in plaats van uit aardolieproducten. Technologieontwikkeling voor dit soort innovatieve technologie doe je niet alleen. Dus we werken samen met universiteiten, zoals Universiteit Twente, TNO, die staan aan de basis van dit soort technologie. Daarnaast, als we gaan opschalen, heb je goede toeleveranciers en technologieleveranciers nodig. En last but not least zijn natuurlijk de klanten en eindgebruikers. Want daar pas je de processen in. En het moet in overeenstemming zijn met de rest van hun proces, zodat we samen met klanten de beste configuratie kunnen genereren. Voordat de pervaporatie geïmplementeerd kan worden in een scheidingsproces, is het van belang dat de wensen van de klant bekend zijn. En daar komt kijken naar hoeveel producten moeten gescheiden worden van elkaar, maar ook hoe reageren de membranen op het product van de klant. Zo kan de klant een product opsturen en wordt hier op labschaal een applicatieonderzoek ingesteld, zodat er gekeken kan worden hoe de membranen op de samenstelling van de klant reageert. Er gaan nog ontzettend veel ontwikkelingen komen op dit gebied. Is het optimaliseren van het proces belangrijk? Er wordt gekeken naar hoe kan de doorstroming van de membranen vergroot worden en ook de selectiviteit, de scheidingsgraad om het zo te noemen, hoe kan die ook verbeterd worden? Met name allemaal gefocust om een zo hoog mogelijke energiereductie te verkrijgen.